We gaan het hebben over het feit waarom tandheelkundige implantaten zo ontzettend succesvol zijn. Sinds de jaren 80 worden tandheelkundige implantaten gebruikt. Vorig jaar, 2014, zijn er ongeveer 1 miljoen geplaatst in de wereld en ongeveer rond de 60.000 in Nederland. Waarom zijn die implantaten nou zo'n groot succes? Het begon allemaal met professor Brennemark in Zweden, die aan het onderzoeken was hoe je het beste stukjes bot van konijn aan elkaar kon zetten. Daar gebruikte hij botplaatjes voor. En wat hij uitvond eigenlijk is dat soms dat hij die botplaatjes niet loskreeg. En wat bleek? De schroefjes waar die botplaatjes mee vast waren gezet, dat waren schroefjes van titanium. En die schroefjes van titanium, die waren vastgegroeid aan het bot. En toen dacht hij, jeetje, als dat kan met konijnenbot en schroefjes, waarom kunnen we die schroefjes niet in de menselijke kaak gebruiken? En zo geschiedde in de jaren 80 is hij toen begonnen met het plaatsen van implantaten in kaakbot van de mens. En het was direct een groot succes. Het succespercentage van tandheelkundige implantaten ligt boven de 90%. In de onderkaak is het rond de 98%. In een bovenkaak tussen de 86 en 92% afhankelijk op welke plek je implanteert. Vroeger dacht men dat het implantaat zelf het succespercentage bepaalde. Maar sinds alle implantaten van titanium zijn en ongeveer op dezelfde manier gemaakt zijn, blijkt dat niet meer uit te maken. Wat soms wel uitmaakt is of je er een coating van calciumhydroxide op doet, of op een bepaalde manier het veld of op een bepaalde manier het ruwer maakt. Dat kan de inhelingstijd wel versnellen, maar het succespercentage op zichzelf wordt daar niet door beïnvloed. Hetgene wat het meeste het succespercentage bepaalt is wat er in de mond zit van de patiënt zelf. Hoe dik is het bot? Is het bot mooi glad? Is het bot, zitten er geen defecten in? Is het hard bot of zacht bot? Bijvoorbeeld in de onderkaak is het bot vaak harder dan in de bovenkaak. Wij zeggen vaak, vooral het bot in de onderkaak is als eikenhout. En het bot in de bovenkaak is vaak van piepschuim. En dat maakt ook het verschil uit tussen de onder- en bovenkaak. Dat de onderkaak eigenlijk altijd goed gaat en de bovenkaak vaak moeizamer is. Dan is het punt wat belangrijk is, is er vroeger een tandvleesontsteking geweest in de mond. Want het blijkt dat mensen die tandvleesontsteking hebben gehad ook veel gevoeliger zijn voor het mislukken voor implantaten. Een andere belangrijke succesfactor is de mondhygiëne. Als iemand goed poetst, is het natuurlijk de omgeving voor het implantaat is veel en veel beter dan wanneer iemand niet goed poetst. Als mensen niet goed poetsen, kunnen de bacteriën om zich heen grijpen en kunnen de bekende implantitis veroorzaken. En implantitis is de ontsteking van het bot rondom het implantaat. Een ander belangrijk punt, roken mensen wel of niet? Als mensen roken, dan wordt het succespercentage toch snel 20% minder. En dat is toch heel veel, want dan zak je van 90% opeens naar 75%. En we proberen mensen ook zoveel mogelijk ervan te overtuigen dat roken gewoon heel erg slecht is. Niet alleen voor in de mond, maar ook voor de rest van het lichaam. En zeker als mensen meer dan een pakje per dag roken, dan raden we mensen toch echt af om een implantaat te nemen. Een ander belangrijk punt, gebruiken mensen medicijnen. Sommige medicijnen zorgen ervoor dat er minder speeksel is, waardoor de bacterieflora anders samengesteld is dan bij een gezond iemand. Suikerziekte is heel belangrijk. Bij suikerziekte is het zo dat mensen als ze een ontsteking in de mond of in de rest van het lichaam hebben, dat die ontsteking veel minder snel geneest. Dus dat heeft zeker ook zijn invloed op implantaten. Het zijn geen contra-indicaties, het zijn dus niet redenen om iets niet te doen, maar het zijn redenen om er goed voor te zorgen dat mensen begeleid worden en dat we goed opletten dat de bacteriën in de mond niet de kans krijgen om het implantaat aan te tasten. Samenvattend, implantaten, een prachtige oplossing, eigenlijk voor iedereen bereikbaar, succes verzekerd. Bedankt voor het kijken naar deze video. Geef ons een blauw duimpje en abonneer nu op ons kanaal.